Het voormalige Oostblok en Rusland, dat was het thema van de jaarlijkse onderwijsconferentie in Utrecht. Sprekers professor André Gerrits en dokter Sipke de Hoop deelden hun verschillende perspectieven op het post-Koude Oorlogstijdperk. Heel kort waar we hier zitten, natuurlijk vanwege de conferentie, maar ook omdat we niet in de Senaatskamer pasten. Daar heeft hij een koffie gedronken, maar de belangstelling voor deze dag was zo groot dat we zijn uitgeweken. Maar ja, dat we dan een luxe uitweken moeten, vind ik, naar deze ruimte. En dat die belangstelling zo groot was, nou, komt door het onderwerp zelf. Van belang is in ieder geval dat het woord perspectief staat in de titel. En dat is denk ik ook het belangrijkste wat we vandaag willen proberen. Om het vanuit diverse oogpunten te bekijken, datgene wat je normaal gesproken misschien toch maar een beetje uit één oogpunt geneigd bent te zien. Die verwijdering van de blik, dat is eigenlijk een beetje het doel van vandaag. De heer Gerrits. Dank u wel. Goedemorgen, dames en heren. Ik zal proberen vast te stellen inderdaad of er een Russisch perspectief is op de post-Koude Oorlog. Nou ja, als die vraag zo formuleerd is, is het ook makkelijk te beantwoorden. Dat is er niet. Er is geen Russisch perspectief. Dat zou veronderstellen dat alle Russen op precies dezelfde wijze over de internationale politiek denken. Maar dat gezegd hebben, dan kunnen we onmiddellijk aan toevoegen, als er al sprake zou zijn van één Russisch perspectief op de internationale politiek, waar komt het min of meer op neer, dan is er nu wellicht meer sprake van dan ooit eerder in de geschiedenis van het post-Koude Oorlog tijdperk. En de belangrijkste redenen daarvan, denk ik, dat zijn er twee. Aan de ene kant de sterke mate van polarisatie tussen aan de ene kant Rusland en aan de andere kant het Westen. Dat moet u niet per se zien als gevolg van de Oekraïnse crisis natuurlijk. Dat moet u niet per se zien als een isolement van Rusland. Want wij zijn vaak geneigd te denken dat wij de wereld zijn, het Westen, maar dat is niet zo. Het isolement van Rusland ten opzichte van het Westen zegt nog niet zo heel erg veel over de relaties tussen Rusland en de rest van de wereld. Poetin is een populair politicus in Rusland zelf, maar ook ver daarbuiten. Eindelijk is het een keer iemand die opstaat tegen het arrogante, bemoeizuchtige Westen. En in een groot deel van de wereld is dat een pre. Dus met het isolement van Rusland, voor zover je een land dat 1/6 van de aardklok beslaat, kunt isoleren. Met dat isolement van Rusland valt het eigenlijk nog wel mee. En zeker ook met het idee dat Poetin een soort paria van de internationale politiek zou zijn. Daar is helemaal geen sprake van. Alleen wij kunnen toevallig niet zo heel goed met hem omschieten. Polarisatie, die heeft er mede toe geleid, denk ik, dat er in Rusland sprake is van bij elkaar komen van opvattingen over de internationale politiek en de plaats van Rusland daarbinnen. En de tweede belangrijke reden is, zeg maar, Poetins conservatieve draai of Poetins nationalistische draai na 2011-2012, die wij over het algemeen heel onaangenaam vinden, omdat die gepaard gaat met opvattingen die wij tamelijk archaïs en intolerant achten, maar die toch op een redelijke mate van instemming binnen de Russische samenleving kan rekenen. Ik denk dat je de stelling wel kunt hanteren, maar kan hem niet bewijzen, dus nu met een grote mate van voorzichtigheid, dat de ideologische kloof, de kloof qua ideeën, qua politieke ideeën tussen de Russische machthebbers en een groot deel van de Russische samenleving thans minder groot is dan die vaak geweest is. Je zou zelfs kunnen zeggen vanaf het midden van de jaren 80. Hè, vanaf het moment dat de Sovjet-Unie langzaam en zeker uiteenviel. Dus ook wat dat betreft zou ik voorzichtig zijn met bespiegelingen over het isolement van Poetin in eigen land daarbuiten. En wellicht, het is natuurlijk een hele paradoxale ontwikkeling, maar wellicht is er thans meer sprake van één Russische visie op de internationale politiek dan lange tijd het geval is geweest. Dat zijn de twee inleidende opmerkingen. Er is niet één Russische opvatting, maar zover die er is over de internationale politiek, is die er nu in meerdere mate dan vaak het geval is geweest. Het einde aan de Koude Oorlog is voor Rusland natuurlijk toch even iets anders geweest dan voor ons, het Westen, Europa, West-Europa en de Verenigde Staten. Op een kleine intellectuele elite na denk ik dat het overgrote deel van de Russen, inclusief de huidige Russische politieke elite, niet vindt dat Rusland de Koude Oorlog heeft verloren. Dat is al een startpunt van denken over internationale politiek na afloop van de Koude Oorlog, die wezenlijk verschillend is van die van ons. Wij gaan ervan uit, in de Verenigde Staten en in West-Europa, Europa,
dat wij de Koude Oorlog hebben gewonnen. En dat de geopolitieke veranderingen die zich sindsdien hebben afgespeeld, zoals de uitbreiding van de Europese Unie en de uitbreiding van de NAVO, voortkomen uit het feit dat wij de Koude Oorlog hebben gewonnen. En zoals u weet, overwinnaars na een oorlog hebben meer recht van spreken, niet alleen als het gaat om de interpretatie van de geschiedenis, maar ook over het politieke handelen dat erop volgt. Overwinnaars na een oorlog hebben meer recht van spreken dan verliezers. De Russen denken daar wezenlijk anders over. De Russen menen helemaal niet dat ze de Koude Oorlog hebben verloren. Maar als we ervan uitgaan dat Rusland de afgelopen 25 jaar, net als wij, in een situatie van vrede heeft geleefd, dan is het denk ik eigenlijk nauwelijks een ander voorbeeld in de geschiedenis bekend van een land dat door zo'n diepe crisis is gegaan zonder fysiek verslagen te zijn in een oorlog. Het was niet alleen het einde aan het Oost-West-conflict, het was natuurlijk ook het einde aan het bestaan van de Sovjetstaat, wat voor heel veel Russen Rusland was. Wij neigen er ook steeds meer naar om al niet eens meer naar de Sovjet-Unie te refereren, maar gewoon aan Rusland gedurende de 20e eeuw. Het was het einde aan de Sovjetstaat en daarmee het einde aan de Russische staat zoals die bestond en functioneerde. Het was het einde, minstens zo dramatisch voor heel veel Russen, aan de grootmachtstatus van Rusland. Je zou bijna kunnen zeggen, ook hier zijn weinig andere voorbeelden van. Een land dat niet verslagen is in een hete oorlog en dat zich desalniettemin zag degenereren in 4, 5, 6 jaar tijd, minder dan een decennium, zag zich degenereren van één van de twee supermachten tot een bedelaarsstaat. Dat is in feite wat Rusland was onder Jeltsin. Al in het midden van de jaren 90 zien we onder Jeltsin dat er steeds meer prominente politici opstaan. Yevgeny Primakov zou iemand kunnen zijn waar u wel eens van heeft gehoord, die het pro-westers beleid van Jeltsin bekritiseren. Die feitelijk zeggen dat het pro-westers beleid van Boris Nikolaevich heeft ons veel te weinig opgeleverd. Het heeft ons geen welvaart gebracht, het heeft ons onvoldoende internationale steun gebracht. En het heeft ons in de mondiale politiek al helemaal niets gebracht, want die Amerikanen zijn nog even imperialistisch als ze altijd al geweest zijn. Kortom, moeten wij ons beleid niet een klein beetje bijstellen. We moeten niet wat afstand nemen van die pro-westerse koers. In het belang van Rusland, in het nationale belang van Rusland. Nou, die lijn is door Poetin, zoals u weet, doorgezet. Om te zeggen, we zijn terug bij een situatie van de Koude Oorlog. Dat lijkt mij vooralsnog zowel wat betreft de kijk van de Russen op de mondiale politiek, als het feitelijk buitenlands beleid dat Rusland voert. Dat lijkt me vooralsnog enigszins prematuur. Dank u wel. We zijn begonnen met een drietal lezingen. Dat waren verschillende lezingen, perspectieven op de rol van Rusland in onder andere Oekraïne, Oost-Europa en de rol van het Westen. En ik vond het mooi om het ook eens een keer vanuit andere perspectieven dan alleen het Westers perspectief te bekijken. Ik vond de sprekers wat dat betreft, met name de eerste twee sprekers, vond ik erg goed wat dat betreft. Vandaag, dames en heren, gaan wij even terugkijken naar die zware erfenis, maar vooral kijken naar die belangrijke thema's van veiligheid en integratie, maar dan vooral vanuit dat Oost-Europese perspectief. En mijn leidraad is, of mijn boodschap is, dat men in Oost-Europa zich toch wel door die geschiedenis heen vaak een pion heeft gevoeld op dat schaakspel tussen die grote mogendheden. Een zware erfenis. In 2009 streven 22 voormalige presidenten, ambassadeurs en ministers uit die midden-Europese landen een open brief aan Obama. En dat was eigenlijk een noodroep, het luiden van een noodklok aan die nieuwe Amerikaanse president. Men zei, kijk, die aandacht van de Verenigde Staten voor onze regio is aan het verslappen. En wij zijn toch die hele trouwe bondgenoten die ook hebben geleverd in Irak en Afghanistan. Kijk naar het Russische optreden in de Caucasus in Georgië, die inval, dat is toch duidelijk een geval van expansieve neigingen, revisionisme, Gerrit noemde het al. En we hebben zorg over de lauwe reacties in die westerse hoofdsteden. Velen in de regio vragen zich af, is er wel een echte bereidheid in het Westen ten aanzien van onze veiligheid?
Ja, Polen is natuurlijk een heel groot land binnen Europa. En die zijn toch een zelfbewust beleid gaan uitvoeren de laatste paar jaren. En meneer Tusk is natuurlijk nu daar het prachtige voorbeeld van. Er wordt hem wel verweten dat hij veel te veel oog heeft nu voor alles wat met veiligheid in Rusland te maken heeft. En dat hij eigenlijk niet meer bezig is met de Europese economische crisis. Ja, dus dat is gelijk een verwijt aan hem. Maar het geeft wel een beetje aan wat ik in de lezing ook al stelde. Dat Polen natuurlijk enorm bezorgd is over wat zich oostwaarts afspeelt. En dat zijn ze al een aantal jaren. Dus sinds ze eigenlijk zelf zijn geïntegreerd binnen het NAVO en het Europese verband. Zijn ze heel sterk bezig om te kijken of ze nog verder oostwaarts ook die zone van stabiliteit en democratie kunnen uitbreiden. Want dat is van belang voor hun eigen veiligheid. En ze hebben natuurlijk zelf, waren ze bij de eerste landen die de mogelijkheid kregen om te integreren. Ze voelen zich ook echt een Europees land. En dus er zit wel een zeker idealisme in, denk ik. Maar vooral heeft het toch ook weer te maken met veiligheid en buffers. Ja, het Europese integratieproject is uiteindelijk de beste garantie om te komen tot een gemeenschappelijk Europees huis. Een huis waar Gorbachev al van droomde. Hoe groot dat huis moet worden is een lastige. Maar er is geen alternatief. Als het Westen het Oosten niet stabiliseert, dames en heren, zal het Oosten het Westen destabiliseren. Ik dank u wel. Amerikaanse diplomaat Adam Sterling opende het tweede deel van de conferentie, gevolgd door journaliste Laura Staring met haar gesproken column De Schaduw van de Grote Broer. Ook dit jaar zijn er 8 leerlingen genomineerd voor de excellent kwalificatie van het PWS-project. 2 van de genomineerden hebben een extra pluim verdiend. Russia asserts a right, even a duty, to intervene on behalf of Russian speakers outside its territory. History had buried this argument, at least and especially in Europe. In allowing its resurrection in Europe would only invite back the inevitable consequences of aggression, conflict, and chaos. Another principle at stake in the Ukraine conflict is the sanctity of international commitments. When Ukraine, early in the post-Soviet era, voluntarily renounced its nuclear weapons that it had inherited from the USSR, it asked in exchange for guarantees of its sovereignty and territorial integrity. Now, 3 of the 5 recognized nuclear powers, the United States, the UK, and Russia, provided those guarantees in the Budapest Memorandum of 1994. Russia now has clearly reneged on this solemn commitment. What effect do we all think the breaking of such a commitment will have on similar situations elsewhere in the world? I'm thinking in particular of negotiations over nuclear programs in North Korea and Iran. Anyway, let's step back and take a review of all that's happened in Ukraine since the beginning of the crisis. About 14 months ago, on the Maidan in Kiev and in towns across the rest of Ukraine, peaceful protests by ordinary Ukrainians sprung to life. These citizens were fed up with a corrupt regime that no longer represented the will of the people. The government responded with violence and with snipers who killed more than 100 citizens. Together with Germany, France, and the UK, the United States helped to broker talks with then-President Yanukovych, the opposition, and Russia. The resulting deal would have ended the violence and allowed Yanukovych to stay in office until new elections. But Yanukovych fled, thereby renouncing his legitimacy. Western-oriented reformers filled the void that he left. Within the framework of Ukraine's constitution and with the overwhelming support of Yanukovych's Regions Party, the reformers tried to make good on the promise of the Maidan. President Putin, however, saw Ukraine's choice as a loss for Russian influence. He manufactured a separatist uprising in Crimea and eastern Ukraine,
It was hardly spontaneous or indigenous. So even as Ukraine began building a peaceful, democratic, independent nation on 93% of its territory, Crimea and parts of eastern Ukraine suffered and continue to suffer under a reign of aggression and violence. In conclusion, let me just restate the profound stakes of this crisis. First, the enormous efforts over 7 decades to build Europe whole, free, and at peace. Second interest at stake is the construction of an international system necessary to support global peace, security, prosperity, and freedom. Europe and the United States have stepped up to the challenge so far, and we must continue to do so in the traditions of transatlantic unity. Thank you. Ik heb deze column de afgelopen 2 weken 3 keer herschreven en dat spreekt boekdelen. Steeds bleek daarbij een hoofdrol weggelegd voor de geschiedenis die buigbaar is en met name in het voormalige ijzeren gordijn, achter het voormalige ijzeren gordijn, zo makkelijk is te manipuleren. Daarover gaat mijn nieuwe boek, De schaduw van de grote broer, dat laat zien dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen open wond is voor de hele regio, maar door het Kremlin, de vroegere kolonisator van het gebied, bewust wordt misbruikt voor propagandadoeleinden. Alexander Mosgavoy, commandant van rebellenbataljon Prizrak, Spook, die resideert in het stadje Alchevsk in de Volksrepubliek Lugansk, dankt zijn roem aan de organisatie van een volkstribunaal in een zaal met een kleine 300 burgers die op een middag in augustus 2 verkrachters veroordeelden, 1 met handopsteken, 1 tot de doodstraf, de ander tot arbeid in de loopgraven. Of de executie is voltrokken is onbekend. Op YouTube dook deze week een kort interviewtje met hem op. Een verslaggeefster van het Russische tv-station Rossiya wil zijn mening over de strijd van de antifascisten in Oekraïne. Mosgavoy zegt: lieve mensen, er is hier helemaal geen fascisme. Het antifascisme is, je weet wel, het is net als bij de computer. Je hebt een virus en een antivirus. Het virus wordt uitgevonden door de persoon die het antivirus heeft gecreëerd. Teleurgesteld, vraagt de journalist. Dus er is geen fascisme in Oekraïne? Waarop Mosgavoy zegt: het is allemaal business. Je reinste business. Dat is alles. Je kunt een golf opwekken en daar vervolgens een nieuwe golf tegenover stellen. In beide gevallen doe je goede zaken. Meer is het niet. Probeer daar maar eens iets zinnigs tegenover te stellen. Het middagprogramma bood 4 workshops aan over onder andere de recente geschiedenis van Oekraïne en het conflictsimulatiespel NAVO en Letland. Er is een simulatiespel gemaakt door de Atlantische Commissie. En is de bedoeling dat leerlingen middelbare school het een bepaald land gaan vertegenwoordigen. En dan moet er een NAVO-resolutie worden gemaakt. En 2 mensen hadden dat al uitgeprobeerd in hun klas. En zij vertelden daarover. En er kwamen ook verschillende vragen voor welke leerlingen het was en hoe je ze het beste op moet voorbereiden. En aan het eind bleek eigenlijk wel dat iedereen wel van plan was om dat spel te gaan doen in de klas. Dus ik denk dat dat wel een heel goed gebeuren is.